Het woon- en leefgebied van de dorpen Bigipoika, Pikingsaron en Tibiti zal worden gedemarkeerd. Hiervoor heeft de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname, de FITS, afgelopen weekend een bezoek gebracht aan het dorp Bigipoika om de gemeenschap te informeren. Dorpeling Hendrikus Yunakame van Bigipoika zegt dat de demarcatie belangrijk is, zodat derden hun woon- en leefgebied niet kunnen opeisen. Met de demarcatie zullen de inheemse uit deze dorpen kunnen praten van een zekere bescherming van hun woon- en leefgebied. Sami abi ata amus de fumino. No one better standard, no one sma, no consort en finger game taki saye do in me presi. Nee, we no wanna san dat moro ook toe. Daarom in de meka san dat de fanudu fudu en no. Ifanildo Iunakame, dorpshoofd van Bigipoika, ziet de stap van FITS om te werken aan de demarcatie van het gebied als de juiste stap om ervoor te zorgen dat niemand het inheems gebied binnengaat zonder hun toestemming. In het geval binnen Bigipoika, een demarcatiekaart nou een zeer belangrijk zijn. Omdat we nu wani voor derden vernietig onuja. Trouwens, je ziet dat ze naar de trapressie bij enkele demang. Dat ik ook mijn roof een gebied gue. En dit is nou een zeer belangrijk aan Bigipoika, speciaal omdat Unowan tak dat dan moest kon roof of kon doen bepaalde zijn binnen het territorium Unowan als aan dat. Het gebeurt maar. Nee, in elk geval is het gebeurd, maar Bigipoika heeft wat ervaring naar trapressie als aan dit gebeurt. Charles Awankaru, gidsmedewerker van het bureau FITS, zegt dat het proces van demarcatie in de eerste fase is. In deze fase worden de dorpelingen geconsulteerd en binnen dit proces worden de mensen geïnformeerd wat de demarcatie inhoudt.